Hey, Chantal. Hey, Mark. Hoe gaat het ermee? Ja, goed. En met jou? Ja, gaat goed. Hey, ik heb een vraagje. Ja. Jij hebt veel verstand van dieren, hè? Vooral van honden. Ja. En ik wil een hond aanschaffen. Het liefst een puppy. En heb jij wat informatie voor mij? Ja, maar heb jij überhaupt ooit een hond gehad eigenlijk? Nee, nog nooit. Nou, als ik jou was, zou ik dan niet beginnen met een puppy, want er zit heel veel verantwoordelijkheid aan vast. Ik weet niet of je heel verantwoordelijk bent of zo, maar het is vooral, er zit zinnelijkheidstraining aan de pup, daar heb ik natuurlijk niet zoveel ervaring mee. Ja, je moet het een keer leren natuurlijk. En een puppy kost veel meer tijd dan een volwassen hond. Ja. En een puppy, die is natuurlijk hartstikke duur. De eerste paar maanden moet hij continu naar de dierenarts voor inentingen. En ja, puppytraining natuurlijk ook nog. En je moet echt heel veel met hem gaan wandelen, want als hij nog niet zinnelijk is, kan hij niet nog even een paar uur volhouden natuurlijk. Ja. En ja, een volwassen hond, het is gewoon wat makkelijker in gang, want die heeft al wat dingen geleerd en zo. En die is wat makkelijker om mee om te gaan. Snap je? Ja. En heb jij kinderen? Ja, drie. Drie kinderen Ja, dan is het natuurlijk wel leuk om een puppy te nemen. Kijk, je kan ook natuurlijk afspraken gaan maken met de kinderen van, goh, we gaan dat en dat doen, maar dan moeten we het ook echt gaan doen. En niet van, ja, ik heb nu geen zin hoor om de hond uit te laten. En sowieso bij een puppy moet je echt consequent blijven. Het is niet van de ene keer mag je wel op de bank springen en de andere keer weer niet. Ja. Dus ja, als ik jou was, zou ik gewoon een volwassen hond nemen. Oké. Ben je er een beetje over uit? Ja, ik denk dat ik toch wel een volwassen hond heb. Oké, okay. Ja. Nou, is goed. Dankjewel. Ja, later. 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 Ja, zo kan je wel. Zet eruit.